Welkom bij Los op Schijndel. Met in deze uitzending onder andere Oldtimerschip. E-books lenen in de bieb. En de boodschappenbus. Hallo allemaal, namens al onze medewerkers van harte welkom bij Los op Schijndel. Het wekelijkse programma met nieuws en reportages van Schijndelse bodem. Wil je straks deze uitzending of een item terugkijken? Ga dan naar onze website losschijndel.nl. Voor nu veel kijkplezier met het eerste onderwerp van deze uitzending. Oldtimerschip. Historische werk- en voertuigenclub Midden-Brabant hield op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei de jaarlijkse hemelvaartrit bij sporthal de Dioscuren. Op het parkeerterrein waar de rit vertrok stonden de oldtimers, bromfietsen, solexen, motoren en auto's van 25 jaar en ouder en specials opgesteld. Er waren 225 aanmeldingen voor de rit, waarvan de meeste auto's. Ze trokken allemaal veel bekijks van de veelal mannelijke bezoekers. Het weer werkte ook goed mee. Kortom, een geslaagd evenement. Kijk mee naar een impressie. Maar een keer. Wat is dat voor een motor hier? Het is een Ferrari. Het is een 1300 cc motor. En hoe oud is deze auto? Deze auto is een 1974. Oh, dat valt best. Nog niet zo oud. Dat is top. Meneer, dit is een oude wagen. Hoe oud is die? Hij is van 79. En waar komt hij vandaan? Komt hij uit Schijndel, meneer? Nee, ik kom uit Hees, bij Os. Oh, dat is niet ver hier vandaan. Nee. Maar u bent een puur zanghobbyist? Ja. En doet u veel met deze auto rijden? Ja, nou, ik heb 4 jaar, ik heb er 16.000 kilometer mee gereden. Lekker in de zon, hè? Ja, lekker in de zon al. Oh,
is het alweer. Dit is ook e-books lenen in de bibliotheek. Als je lid bent van de bibliotheek kun je elke 3 weken tot wel 10 e-books tegelijk lenen. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Je kunt ook nooit te laat zijn met het inleveren van geleende e-books, want terugbrengen gaat automatisch. Heb je je e-book nog niet uit? Geen probleem. Je kunt een onbeperkt verlengen. Lezen kan op elk apparaat. Je hoeft dus niet per se een e-reader te hebben. Het kan ook op je smartphone of tablet. Lijkt je dat wel iets? Kijk dan mee naar de volgende impressie. Een e-book lenen bij de bibliotheek, hoe gaat dat? Marie-José Matthijssen van Bibliotheek De Meierij geeft hier uitleg over. Voor de diverse apparaten zoals smartphone, tablet en e-reader bestaan er aparte handleidingen. Alle mensen die lid zijn van de bibliotheek kunnen gratis e-books lenen. En dat kan op je smartphone, een tablet of met een e-reader. En op het moment zijn er ongeveer 100.000 titels beschikbaar die bibliotheekleden gratis kunnen downloaden op hun apparaat. En daar zijn ook verschillende foldertjes voor, dus dan kunnen mensen precies zien welke apparaat ze nodig hebben en welke gebruiksaanwijzing daarbij hoort. Er staat een stukje op onze website, daar word je doorgestuurd naar de landelijke e-bookportal zoals dat heet. En daar vind je allerlei informatie, veelgestelde vragen, handleidingen, allerlei hulp om het voor elkaar te krijgen. iPad lezen 's avonds zou eigenlijk voor je ogen niet zo best zijn, klopt dat? Het is niet slecht voor je ogen, maar als je moeite hebt om in slaap te komen, kun je beter met een e-reader lezen. Want een iPad en een telefoon die stralen blauw licht uit en dat blauwe licht dat beperkt je om in te slapen. Bij een e-reader is dat niet het geval, dus mensen die slaapproblemen hebben, die kunnen beter een e-reader kiezen. Ik heb op mijn computer nog wel een aantal boeken staan en die wil ik graag hier opzetten. Ik heb dus een nieuwe gekocht. Ja. En dat lukt niet, want die moeten geconverteerd worden van een bepaald formaat. Ja, de meeste zijn in Windows, en Media Player en nog wat dingen. En die moeten naar de EPUB in ieder geval. Heb ik geprobeerd via internet, maar dat krijg ik niet voor elkaar. En dan moet u hier uw pasnummer invullen. En dat begint met 26637, dus dit lange nummer. Oh, ja. Dus dan moet u eerst even intikken. Het is mij wel iets duidelijker geworden. Ik was al bekend. Het lukte mij al om boeken te downloaden, maar op de e-reader zetten vond ik steeds lastig. En ik probeerde een korte verbinding te krijgen, maar ik zie dat ik nog steeds via de computer moet doen en dan vanuit de computer op de e-reader zetten. Ik vind dat verder geen probleem, het is alleen een beetje omslachtig. En ik lees ook boeken op de laptop. Op de tablet en dat gaat makkelijker en als je in je luie stoel zit dan is de tablet fijn. Als je in bed wil lezen dan is de e-reader prettiger en de e-reader kun je ook makkelijker meenemen als je onderweg bent en ergens moet wachten en zo heb je altijd het boeken bij je. Het aanbod is best groot, er staan echt behoorlijk wat boeken al online. En ik vind het gewoon prettig dat je op het moment dat je een boek uit hebt, gelijk een nieuwe kan kiezen. En dan kan je kiezen waar je hem op wil zetten. He, of je hem overdag wil lezen of lekker ontspannende boeken in bed, nog even lekker voor het slapen gaan. Het enige wat ik niet zo makkelijk vind is dat je in bad geen e-reader meeneemt, want dan ben je bang dat die verdrinkt. Dus dan heb ik nog wel een papieren boek. En soms is het fijn om in de biep rond te gooien om te kijken welke titels ze hebben en dan kies je ze alsnog online uit. Boodschappenbus. De Boodschappenbus is een nieuw project van Welzijnde Meierij en Brabantzorg Odendaal, waarbij u thuis wordt opgehaald om boodschappen te doen met een kleine groep mensen. Na het boodschappen doen is er bij de supermarkt gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken. U wordt ook weer thuisgebracht. De Boodschappenbus rijdt momenteel alleen in Sint-Oederode, maar wellicht binnenkort ook in Schijndel.
Hallo, ik ben Nelleke Post van Welzijn de Meijerij en vandaag zijn we voor het eerst met de boodschappenbus op pad geweest. En dit is een initiatief van Welzijn de Meijerij en Brabantzorg Odendaal. En het initiatief is vooral bedoeld voor mensen om boodschappen te doen. Dus in te spelen op de eerste behoeften van de mensen, maar daarnaast ook voor het sociale contact. De senioren worden aan de deur opgehaald om in een groep van 4 tot 8 personen te gaan winkelen. Het is bedoeld om beurtelings te winkelen in verschillende Royse supermarkten. Er is mogelijk ook uitbreiding naar de Udense Markt of een winkelcentrum, bijvoorbeeld Woensel. Het kost €2. Het is dus vooral bedoeld om de sociale contacten tussen mensen te bevorderen en in te spelen op de behoefte om boodschappen te gaan doen. De mensen worden na het boodschappen doen weer thuisgebracht. En tijdens het boodschappen doen is er ook gelegenheid om een kopje koffie te drinken met elkaar, zodat ze elkaar ook leren kennen. Alles. Of een appel. En dat vindt ze allemaal lekker. Ja, anders krijgt ze niks, denk ik. Ik ben al blij dat iemand anders daar. En mag die ook buiten gewoon? Als u naar huis gaat. Goedemorgen. De boodschappenbus zal weer gaan rijden op woensdagmiddag 4 mei vanaf 2 uur. Rond 2 uur wordt u opgehaald en rond 4 uur bent u weer thuis. En u kunt zich aanmelden door te bellen naar het nummer van Welzijn de Meijerij 073 544 1400. In uitgezonden. In de rubriek Ingezonden Uitgezonden tonen we eigengemaakte filmpjes van onze kijkers. Wil je ook dat jouw filmpje wordt uitgezonden? Stuur dit dan naar inuitgezonden@losschijndel.nl. Deze keer hebben we een filmpje over de motorsport trial. Luc Branten doet een trialkuur op muziek 2012. Wil je meer weten over de trialsport? Kijk dan op www.trialweb.nl. Scandal. We duiken even onze archieven in en neem je mee met Anton Hellings in het programma Scon Scandal. Anton neemt ons weer mee naar prachtige natuurpaden in en rondom Schijndel. Tevens vertelt hij verhalen over allerlei soorten bloemen, planten, dieren en wandelroutes. Veel kijkplezier!
Oh, sorry. Ik hou niet gezien. Ja, ik ben nog even een paar stokken aan het blekken. Van de winter hebben we die stokken hier gesneden, gekapt in ons grind. En hier in de regenton gezet. En je ziet, ze zijn nou aan het wortelen. En dan is mei, juni, is eigenlijk de tijd om de stokken gaan te blekken. En er is eigenlijk ook de naam van het heenpark, de Blekkert, van afgeleid. Blek Eerde is eigenlijk de eerste naam geweest die ze dan gegeven hebben, een beetje laat middeleeuwen zo. Maar Blek Eerde is verbasterd tot Blekkert. Net zoals in Schijnen ook een stroot had, de Bremmert. Dat was eigenlijk Brem Eerde, een plutske waar Brem groeide. En is nou dus Bremmert geworden, maar met één M. Nou, Blekkert, hetzelfde. Blek Eerde, een plutske waar geblekt wordt. Dus hier. En deze maar met één K, want het was Blek Eerde. Dus als je dadelijk langs onze blok uitkomt, moet je maar eens kijken op de titel. Vandaar dat wij dus niet durven om er een K tussen te zetten, want dan zullen we natuurlijk wel ver over in overtreding zijn. Hè. Ik maak even af. Deze klappen van de streup, dat kon er vroeger achter elk huishouden in Schijnen leuren. De reden waarom dat we deze pas in het voorjaar doen is natuurlijk dat de sapstroom nou dus in die stok op gang begint te komen. De bloikjes die beginnen eraan te komen. En die zorgen ervoor dat de schors los van de stam komt. En dan is het natuurlijk maar een peulenschilletje om hem te blekken. Om te schillen. Dat doen we met een schilijzer. Maar ja, dat is op zijn Schijnen natuurlijk veel mooier. Een streup. Dat gaat door. Als een samurai moeten we uw stokken erheen slaan. Want anders slaat de blauwe kneupen erin. En dat mag natuurlijk niet. Want deze mooie maagdelijk witte stokken, die worden gebruikt in de ribmakerij en in de mandenmakerij. Je kunt er ook hele mooie wasmanden van maken. Zo, leggen ze hier in de zon. Dan kunnen ze nog mooier wit worden. Zo. Ja, welkom bij Schoon Schijnen. Vandaag geen blekken, want dat was even iets anders. Maar we gaan vandaag op zoek naar de oude inheemse rassen. Die de stichting Oude Inheemse Rassen hier in Schijnen, die beheert. En dan lopen we dadelijk van hieruit, van het heenpark, lopen we richting de schaapskooi. En dan kijken we nog wel wat we onderwege aan bisjes en aan plantjes tegenkomen. Voordat ik dat doe, zie je achter me hier. Zie je trouwens nog mooie plantjes die we op dit moment in bloei hebben. De Stinse flora. Die hebben we speciaal hier vlak bij onze blokhut aangeplant. Stinse flora, dat dankt zijn naam aan het Friese woord Stinse. En dat is eigenlijk stenen huis. Nou is onze blokhut niet van steen. Maar het is wel eigenlijk een typerend iets, want die flora die werd vanuit de middeleeuwen werd die dus als cadeautje meegegeven aan landheren die mooie grote huizen hadden. Stenen huizen, eigenlijk de enige stenen huizen in die tijd. Dat waren meestal bulkjes, van die bulkjes die je gemakkelijk kunt vervoeren vanuit het Middellandse zeegebied hier naartoe. En die zijn inmiddels dus al enkele honderden jaren hier in Nederland. En daarom mogen ze onderhand bij de wilde flora gerekend worden. Maar wel een aparte familie, de Stinse flora dus. Achter men ziet de blauwe hyacinten en iets verder naar achter de donkere ooievaarsbekken. En er zijn wel schitterende bloempjes om hier vlak bij de blokken te hebben. Maar goed, we vertrekken. Ja.
Hier in deze Schoonweiland hebben ze dus een tweetal rassen die in Nederland dus echt op de rode lijst staan. En daar hebben de oude Inheemse rassen, de stichting, die hebben dus hier een paar runderen staan waarvan zij vinden die verdienen de nodige aandacht. Kijk, en hier hebben we er eentje, zo'n Groninger blaarkop. Ja, je bent een mooi beestje, kom eens even. Je ziet de perfecte tekening. De blaren rondom de kop, heel typerend. En die zijn verbonden met de zwarte hals. Ja, ik heb geen kuksjes, jongen. Nee, moeder moet ik zeggen. Het is ook mooi om te zien dat stierkalfje van 4 weken oud, die mag dus gewoon bij zijn moeder staan hier. En dat is natuurlijk ook wel een praktisch verdeel, want de moeder hoeft nou niet gemolken te worden natuurlijk. Daar zorgt ons klein kuusje voor. Hè? Aan het begin van deze eeuw ging het dus helemaal fout met de blaarkop. Het was niet zo'n goede melkvee en concurrentie van andere rassen hebben eigenlijk de rassen eigenlijk min of meer op de achtergrond gedrongen. Maar ja, gelukkig zijn er altijd mensen die het opnemen voor degene die het onderspit dreigt te delven. En nou is het ras dus een heel eind beveiligd gesteld, maar mede dankzij stichtingen als bijvoorbeeld de oude Inheemse rassen. En op de achtergrond, onze lakenvelders, hetzelfde verhaal, ook begin deze eeuw bijna uitgestorven. En we denken, we moesten het van de Amerikanen hebben om vers sperma hier in Nederland te halen. En de mooie vlagtekening van de lakenvelder, een echt typisch Nederlands ras, want de Amerikanen die zijn niet voor niks de Dutch Belted Cattle. Dus belt het vanwege zijn riem over zijn buik. Die Dutch belt het is dus gered door een vent in Florida. En die had dus een eigen stam opgebouwd hoor. En mede dankzij de Amerikaanse stam hebben we dus hier weer onze lakenvelders weer een nieuw leven in kunnen blozen. Dus ja, Amerikanen zijn er ook ergens goed voor hè. Wel een feest hè, zo'n meidoorn. Niet alleen mooi om te zien, maar eens kijken wat hier druk is. De insecten die weten ook donders goed dat ze het stuifmeel hier aan de oppervlakte aan kunnen. Dus het stikt hier van de insecten met een korte tong. De kevertjes, de vliegen. En die profiteren dus nou allemaal van dat stuifmeel en de nectar vooral, waar hier in mei allemaal al uit deze meidoorn tevoorschijn komt. En dadelijk na de zomer, dan kan je hier de bessen, waar de vogels weer van profiteren. Dus profiteur zat. Kijk, het landkaartje op die paardenbloem, die is er in twee generaties. Er is een verjaarsgeneratie en er is een najaarsgeneratie. En deze is dus de verjaarsvorm. En de naam landkaartje dankt hij aan de tekening op de binnenkant van zijn vleugels. Eigenlijk, als je zijn vleugels dichtklapt, dan zie je namelijk gewoon een soort plattegrond, een soort landkaart. Schitterend beestje. Hij is voedselplant, de brandnetel. Daarom is het ook zo belangrijk dat we niet alle brandnetels wegspuiten. Want zijn rupsen, pikzwarte rupsen, lussen alleen maar brandnetelblad. Hier tussen die brandnetels, daar moeten we zoeken naar de eikens van het landkaartje. En met een beetje geluk vinden ze altijd een beetje zo in een bosrand. Dan hebben ze toch wel een vukkeuver. Ah ja, kijk, hier hebben ze. Op het blad, mooi bij elkaar geprikt, zie je de oranje eiken zitten. En als daar de rupsen uitkomen, dan kleden ze dus helder zijn brandnetel helemaal kaal. Als je zijn blad op is, kruipen ze naar het volgende blad van de buurman. En zo hebben ze toch na een week of drie ongeveer, hebben ze zat gevreten en kunnen ze verpoppen tot een zomergeneratie van het landkaartje die veel donkerder is als die je net gezien hebt. Dus geen kastanjebruine, maar echt een heel donkerbruine, bijna tegen zwart aan. Twee volkomen verschillende vlinders eigenlijk. Maar alleen als je je vleugels dicht doet, dan zie je dus weer die platte grondtekening.
En zo lopend over de Marten van Zurk komen we dus nou vlak bij de plots waar een oude paardenstal wordt gevormd, een metamorfose, naar een echte schaapskooi. En als je dadelijk meedraait, dan kun je aan die kant al de schaap in de wei zien lopen, waar de oude inheemse rassen, de stichting oude inheemse rassen, dus aandacht vroeg voor bedreigde runder- en schapenrassen. Ik zoek maar de Pijnenburg. Zijn bus dit er, maar zelf heb ik hem nog niet gezien. Oh, daar is hij. Top, kom eens hier. Ja, deze keer ben je er alweer niet mee. Ja. Kun je eens mooi liggen. Ga blijf. Zo. Gaan we een beetje bijvoeren, hè? Maar, hallo, van boven. Hoe is hij? Houdt het werken, zie ik wel. Ja, het is elke dag op dit moment een beetje bijvoeren. Ja. Want ja, de lammeren, die moeten flink groeien. En de ooien moeten ook wel bijgevoerd worden. En het gras is nou, het gras hier nou zelf niet zat te bieden? Nee, ja. Kijk, in de lammertijd, als ze nog melk geven, dan is het toch goed om ze een beetje bij te voeren. Dus, ja. Dat is altijd beter. Ja, je komt nou net door de Smaldonk heen gelopen. We hebben prachtige voorbeelden gezien van jullie werk met de Lakenvelders en met de Groninger Blaarkoppen. Ja. Het doel van wat jullie eigenlijk in het algemeen aan het doen zijn met de Stichting Oude Inheemse Rassen, kunnen daar nog eens even toelichten? Ja. Nou, het is dus de bedoeling dat we proberen zoveel mogelijk oude inheemse rassen de schapen en de runderen hier in de omgeving van Schijndel te laten zien. En dat doen we eigenlijk omdat we hebben gezien in de afgelopen tijd door doorfokken op bij runderen, op melkafgifte, we de oude rassen hebben zien verdwijnen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de Lakenvelder. Nou, eigenlijk is dat een slecht voorbeeld. De Lakenvelder die is zo uit de garantie geraakt vanwege de melk dat er nog maar 300 waren, zo in 1975. Ja. En er is, en 25 jaar terug is er een landelijke stichting voor de zeldzame oude huisdierrassen in het leven geroepen. En die hebben de alarmbel geluid en die hebben gevraagd om lokaal zeg maar wat aandacht te besteden aan die oude inheemse rassen. Ja. En samen met de fokvereniging proberen we in ieder geval in stand te houden. Ja. Maar dan leiden vooral dus die nadruk op die soorten die op de rode lijst staan, zeg maar. Ja. Nou, eigenlijk alle oude inheemse rassen in Nederland, onder de runderen, en dat zijn dan de Lakenvelder, de Blaarkoppen uit Groningen, de brandrooien, die zijn eigenlijk meest typisch voor Noord-Brabant, en het MRI-rund. En dan zijn er nog een paar kleurslagen, zoals de witrik, en van de schapen. Ja, hier eigenlijk voor deze streek is er niet echt een schaap typisch. Het enigste wat een beetje benaderd hier is het Kempisch heideschaap. Ja. Maar je ziet wel, de kudde bestaat voornamelijk uit zwartblessen. En als je goed kijkt, zie je ook dat er wat kruislingen bij zitten. Ja. Maar dat typische Kempische heiderschap, zullen we daar even naar kunnen gaan kijken? Nou, dat typische Kempische heiderschap, dat is onderweg. Want dat is nou de enigste heiderschap dat we nou nog niet in huis hebben. Oh. En waar is er daar voor eentje dan, je lange staart er zo? Nou, we hebben een Drentse heiderschap. Daar hebben we er twee van. Oh, ja. We hebben een Schonebeker. We hebben een Mergelander. En we hebben een Veluws heiderschaap. Oh, ja. En die Kempse heiderschapen, die zijn dus echt onderweg, die zijn besteld. Ja. Kijk, en we zijn bezig op dit moment om de kudde goed op orde te brengen. Ja. Dat wil dus zeggen dat we de zwartblessen, die het eigenlijk heel erg goed doen hier in deze natte omgeving, die proberen we zo zuiver mogelijk te krijgen. Ja. En dat wil zeggen dus dat de kruislingen, die allemaal gekruist zijn met een tesselaar, die doen we eruit. Ja. En we hopen zo half juni het zo op orde te hebben dat de kudde bestaat uit zo'n zuiver mogelijk zwartbles. En dan hebben we van elk oud-inheemse ras zo'n koppeltje van 6 tot 7 dieren lopen. En Maarten, de schapenras met die horens, welk ras is er dan? Ja, dat is het mooiste ras denk ik, tenminste dat vind ik. Dat is het Drentse heiderschaap. En dat is het enige gehoornde ras in Nederland. En dat zit ook heel dicht bij ons Kempisch heiderschaap.
Ja, en het is een schaap wat, wat weinig eisen stelt. Het woord zegt het al, het graast op de heide. Ja. En, het, wat dat betreft is het hier niet echt helemaal op zijn plek. Want ja, je ziet wel, het is mals gras. Ja. Maar je kunt een Drents heideschaap echt ja, kwalitatief heel erg arm voeren. Ja, ja. En de bedoeling is duidelijk dat jullie met die schapen hier ook het Wijbelsbroek in gaan trekken, hè? Ja, we gaan met die schapen het Wijbelsbroek in. Kijk, de traditie hier is een traditie van hele kleine kuddes. Schijnlijk nooit grote kuddes gehad. Dat kon ook niet, want de heide hier in de omgeving was niet zo groot dat je daar echt met kuddes van honderden schapen kon lopen. Want ja, de meeste mensen hebben dat niet in de gaten, maar vroeger toen het potstalsysteem er was, toen hadden al gauw voor 100 schapen per jaar een hectare hei ja. nodig, want je ja. moest ook de plaggen hebben. Ja. En die plaggen werden dan in de stal gegooid ja. en daar werd dan een potstalsysteem vermengd ja. met mest op het dak gegooid. Kijk, en we hebben hier een traditie gehad van hele kleine kuddes en daar willen we gewoon doorzetten. Ja. En dat betekent dat we nooit meer dan 100 ooien zullen hebben. En de herder, de schepper, Cor, die is nu op dit moment aan het hoeien. Die zullen misschien vandaag nog ergens tegenkomen. Oh ja. Ja, we kijken wel. We lopen dadelijk toch hier verder naar dit is een dijk af. Ja. Dan komen we dadelijk al ergens tegen, denk ik. Ja, en hij loopt voornamelijk aan die kant. Niet aan die kant van de Lobbenhoef. Want Stadsbosbeheer heeft liever dat het daar niet wordt gehoed. Ja. En ja, zo proberen we in ieder geval iets nog te laten zien van vroeger. Ja. En de middelen waarmee je dat doet. Je hebt nou een paardenstal, die heb je gehuurd. En inmiddels een optie. Om die ook te gaan kopen? Ja, we hebben een optie om die te gaan kopen. En je staat nou midden in de wei die uitgebreid wordt met daar wat nou een maisakker is. Dus straks hebben we hier een stukje van 4 hectare. Dat is mooi. En dat is hartstikke mooi. Dat sluit mooi aan bij het Wijbelsbroek. Ja, en wat we dus hier vooral proberen, en dat is voor het Natuur- en Milieucentrum, NMC, heel belangrijk, dus dat we hier straks uitleg kunnen geven over die Ouweneemse rassen. De wei wordt opgedeeld, daar lopen verschillende koppeltjes. En je kunt aansluiten bij de kudde. En ja, we proberen dus vooral duidelijk te maken wat de inzet kan zijn van die beesten in de natuurbeheer. En daar gok het hem. Ja. Hey, ik wil niet meer van uw tijd roven, want jij druk hier met al uw werkzaamheden. Wij lopen weer een rondje weier, maar altijd positief blijven denken, want dat moeten wij ook allemaal. Maar, je weet, een boer die geeft niet uit de regen, zolang als je nog dreug is, onder zijn arm. Ja. Oké. Oké, dan het beste. Hey, oké. Okay. Prima. Beste. De Dintersen dijk die dankt natuurlijk zijn naam aan Dinter, aan de andere kant van het kanaal. Maar ja, toen de kanaal er nog niet was, was deze dus de verbindingsweg van Schijnel naar Dinter. Logisch, Dintersen dijk. Hey, daar hebben we Cor Ziegenthal met een schop. Ik denk dat ik de onze maar even hier neem. Top, top. Voorzien moet je in de schaduw liggen. Ga dan. En hier even wachten, hè. Even naar de schaapjes. Ja, hè? Even wachten. Kom maar. Leeg, blijf. Hey, Cor. Hey. Ja. Oh, hey. Ja, dat gaat goed. Hey, het is maar druk, man. Ik heb het er hartstikke druk bij. En dan meer dat een Dintersen dijk. Ja. Je hebt de schoop in de gaten houden, het verkeer in de gaten houden, de honden in de gaten houden. Ja, dat was. Hey, zijn ogen een beetje aan de zwarte kant toe schopen. Ja. Zijn ogen veel donkerder als ik gewend ben, hoe kan dat? Dat komt als ze geschoren zijn nou, hè. Als die daar als dat geschoren wordt, dan zijn ze ook pikzwart. Ja. Met de weersinvloeden van buiten verkleurt je wol een beetje buitenaan, dan word je wat bruinig, hè. Want deze zijn dus jouw zwartbles schopen? Dit zijn de zwartbles, ja. Ah, ja. Ja. Hey, en kunnen we ons nou ergens verloren zien? Haal op. Haal op. Rakker, blijf. Hij haalt nog even zijn schoop op, dat is makkelijk. Een luie skeper. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, ja. Maar je hebt nou een andere hond erbij nou, hè? Ja. Je hebt nou Ben en Rakker. Een rakker die bed ze af en toe ook een keer in de hielen ziek wel. Ja, die is een beetje aan de felle kant. Een beetje aan de felle kant, ja. Rakker! Oh ja. Ben! Hallo! En wat ze nou doen, dat mag niet dus. Dat mag niet. Ben die haalt ze even uit. Dat is wel lukken, dat maakt nog niet op. Ja. Kijk, maar dat is juist het hoeden van de schapen. Dus je moet ze uit die maispercel halen. Ja. Vooral als er straks de mais opkomt, want dat begint hier al los hier door. Ja, als je daar helemaal de smaak van te pakken hebben, dan is het
En ik zie wel dat de rakker die snapt het toch wel een klein beetje dat je dus ook af en toe moet demmen. Moet demmen, ja. Dat je ze eigen moet inhouden. Ja, daar heb ik hem nou al zover aangeleerd, want die hond die heb ik eigenlijk toen aangeschaft, toen was je bijna een jaar oud. O jee, dan komt er een fietser aan. Nou, wat gaan we nou doen? Nou stuur ik de Ben naar rechts. Rakker, ga verder. Ga af. Naar rechts, Benny. Verder, nee Ben, verder rechts. Ben. Ga af. Ben, ga naar rechts. Heel goed. Blijf, hè. Kijk, en daar staan de... Hoi. Hoi. Deze nou huur met hindernissen, hè? Ja. Ja, kijk, daar heb jij op de haai niet, hè? Nee. Kijk, daar kon jij dat niet zo veel tegen als hier. Maar ja, als ik in het broek zelf, dan mag ik daar ook veel minder. Hier is dan ook vanzelf wat drukker, natuurlijk. Ja. Ja. Hé, hey, maar we zullen jou niet lastigvallen, want we hebben zo druk met allerlei dingen in de gaten houden. Wij gaan weer wijer. En je klopt nog even een eindje de Dinters en Dijk af. Ja, is goed. Ja? Oké, okay, ik word het beste mee. Ja. Hé, hey, houd het in. Houd kom, Benny. Hier moeten we vrij. Ja, hop, kom maar kijken. We zijn dus nu van Dintersendijk af linksaf weer het verharde gedeelte van de Lobbenhoef ingegaan. Lobbenhoef die dus aansluit bij Maarten Manshurk en bij de Dintersendijk. En nu wil ik nog even mijn neus optrekken hier in het broekgat, in het natste gedeelte van het broek. En ik hoor de wielen al op de achtergrond. Dit is een mooie plekje om even, nog even rond te keuren. Ja, typisch hier, hè. Die Petrus hier op de achtergrond, die is nou, vooral het laatste jaar, is hij eigenlijk helemaal massaal aan het opkomen. En dat is natuurlijk al een indicatie dat het Werbersbroek echt een natter worden is. Stadsbosbeheer heeft natuurlijk het beheer hierop dat het broek echt broekgat moet worden, dus echt nat. Maar dat is hier ook duidelijk nou te merken. Petrus, daar dankt zijn naam aan het pitje. Kunnen we hier mooi zien. Kijk, als ik het velke van de pit eraf streup, dus eigenlijk is deze ook blekken, alleen anders onderhoud, dan hou ik de pit hou ik over. Nog één velke en dan heb ik hem helemaal. Kijk, zie je dat? Nou hou ik de pit over. En die pit, die kun je dus zo in de lampenolie hangen. En je kunt er zo om opzuigen. Of limonade of oranje net weg op wilt zuigen natuurlijk. Maar dit was dus het pitje waar wij dan nog steeds met ons lemke zeggen we een pitje even gaan vervangen voor de fiets. Nou, dat komt dus hier vandaan. Alleen ik denk dat deze niet hard zal branden op de fiets. Zo, we hebben weer een flinke wandeling gemaakt. Klopt, kom eens even. Aan het eind van de uitzending van mij, van Skoonschijnel, heb ik eigenlijk een voorstel. Om het een beetje interactiever te maken, zullen we misschien eens een kijkersvraag in kunnen lassen, maar dan wel van een andere kant af dan wij in onze eerste uitzending hebben gedaan. Wij hadden in onze eerste uitzending een kijkersvraag en die moest dan opgelost worden en die kon dan ingestuurd worden. Maar ik stel me voor dat het ook wel eens leuk zou kunnen zijn om het andersom te doen. Dus, jullie hebben een brandende vraag op de lippen. Het kan gaan over de Schijnelse flora of over de Schijnelse fauna, de bloemkes en de bisjes. Die sturen op naar de Los. Vervolgens nemen wij die vraag mee in een deskundig panel. En de oplossing die geven wij dan in de uitzending erop. Goed idee, Nine. Dus stuur snel uw brandende vraag die je op je lippen hebt. En dat wordt dan een soort vraag van de mond. Dat was het dan weer. Voordat ik afsluit... Vergeet niet op de kalender te zetten dat we ook een Skoonschijnel live hebben. Op 15 juni kunnen we terecht bij Blokhut de Blekkert in het Heenpark. En dan hebben we weer allerlei leuke dingen die allemaal gaan over ons eigen Skoonschijnel. Houdoe, tot de volgende maand.
Je hebt gekeken naar Los op Schijndel. Dit programma wordt uitgezonden van vrijdag tot met donderdag om 11 uur 's ochtends, 2 en 5 uur 's middags en 8:30 en 11 uur 's avonds. Vrijdagavond 20 mei zijn we weer terug met een nieuwe Los op Schijndel. Wil je ook dat jullie activiteit wordt uitgezonden? Stuur dan een berichtje naar redactie@losschijndel.nl. Voor meer informatie of uitzending gemist, ga dan naar onze website losschijndel.nl. Mede namens alle medewerkers van Los TV, bedankt voor het kijken en graag tot ziens!